Welkom op deze laatste dag van het jaar, 31 december. En ik wil je eventjes een beetje laten zien waar ik dit jaar mee bezig ben geweest. Dus dit is mijn top 20 video's van 2019. Het begon eigenlijk met Koos Andriessen. Koos Andriessen was een ex-minister van Economische Zaken die ik goed heb leren kennen. Die echt gewoon fantastische dingen heeft gedaan. En daar heb ik dus eigenlijk een eerste kolom mee gemaakt. Vervolgens wil ik even laten zien dat ik ook bezig ben geweest met onderwijs. De NOT, de Nationale Onderwijs Tentoonstelling, heb ik een hele playlist gemaakt van allemaal innovaties. Het leukste vond ik Minecraft, die eenmaal in de educatieve versie is gedaan. Plus nog 20 andere video's die daarmee te vinden zijn. Ik heb ook op een gegeven moment, toen onze school een week dicht ging vanwege lerarentekort, heb ik ook helemaal gepraat over innovatie. Dan natuurlijk Bitcoin, dat was weer leuk. In mei vertelde ik dat Bitcoin echt een hele goed renderende investering zou zijn. Nou, dat is met PoNews is dat goed overgekomen. Ik heb ook nog, op een gegeven moment kwam Libra tevoorschijn. Daar heb ik met Wiebe Draaien over gesproken. Dat was eigenlijk de meest interessante nieuwe ontwikkeling van 2019. Die met toezichthouders enorm erop gesprongen zijn en die het tegengehouden hebben. Hij is interessant. Wiebe Draaien is geïnteresseerd. Daar heb ik natuurlijk ook op de Telegraaf over gesproken, op de Financiële Telegraaf met Wilson Boldewijn. En dat was ik vandaag trouwens, toevallig ook de laatste dag van het jaar. Dus ik heb hem ook even geïnterviewd wat zijn ervaringen zijn met crypto-update. En wat hij ervan vond op gebied van crypto, op gebied van toezichthouders en dat soort zaken. Ik heb hem eens een keer geïnterviewd, was hartstikke leuk. En ik heb het heel leuk gehad met Lex Hoogduin. Daar heb ik een serie gemaakt, Monetaire Economie voor Dummies. En hij werkte bij de Nederlandse Bank. Hij is ook toezichthouder bij een heleboel bedrijven. Hij is ook voorzitter van de betaalvereniging. En ik heb hem gevraagd, hey, hoe zit dat nou eigenlijk met monetaire economie? En wat kunnen wij verwachten? Hoe zit het met de schulden? Wat zie je voor de rol van blockchain? En daar hebben we een paar hele interessante video's mee gemaakt. Dan was 2019 natuurlijk het jaar van de update van mijn rechtszaak op het gebied van Tesla. En ik ben definitief veroordeeld. Ik mag het nog niet doen. Zonder handen rijden mag wel, maar niet met de telefoon in de handen. En ik praat hierover met Tjallink van de Groot over die uitspraak. Waarom dat eigenlijk zo is en welke wetgeving nu eigenlijk veranderd moet worden. Basically, de auto's moeten een rijbewijs krijgen. En dat moet het RDW gaan doen. En die zijn daar ook al gewoon mee bezig. Dan een zaak waar ik me behoorlijk veel mee bezig heb gehouden is Slotervaart ziekenhuis. En ik ken IJssel Erboudak en ik heb eens goed uitgezocht hoe dat nou eigenlijk werkt. Daar heb ik veel tijd in gestopt en dat begon eigenlijk met tegenlicht. En ik heb 5 video's gemaakt over helemaal de achtergrond van dat Slotervaart ziekenhuis en hoe het nou eigenlijk is gekomen. En wie nou eigenlijk, who is to blame en dat soort zaken. Nou, Erboudak is nu voor de rechtbank. Die is veroordeeld. Zij moet zeg maar de gevangenis in. En nou, ik moet zeggen, nadat ik het ook op uitgezocht heb, vind ik dat niet helemaal redelijk. En ik heb ook haar verhaal zeg maar daarin genoteerd. Echt interessant, want het was eigenlijk het beste. Het ging van het slechte ziekenhuis naar het beste ziekenhuis. En toen is zij eruit gegooid. Toen is het weer het slechte ziekenhuis geworden en is zij failliet gegaan. En zij heeft ook nog gewoon haar persoonlijk failliet gegaan. En ze krijgt nu ook nog bijna 1,5 jaar gevangenisstraf. Goed, dan was natuurlijk ook 2019 het verhaal van de Model 3. We hebben nu 50% van alle nieuwe auto's in december waren elektrische auto's. En daarvan werd helemaal gedomineerd door Tesla. Überhaupt is dat de best verkochte auto van 2019 geworden. Nou, ik zou mijn Tesla Model X inruilen. Ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Ik blijf lekker met die Model X rijden. En ik heb ook allemaal mensen geïnterviewd die zo'n ding hebben gekocht, zoals Jan Prins. En wat daar allemaal de voordelen en nadelen waren. En ik heb uiteindelijk ook nog gewoon de bestuursleden van de Vereniging Elektrische Rijders. Die hebben er 3 hebben daarvan een Model 3 gekocht. Wat hun ervaringen waren, hoe het werd afgeleverd. Wat hun eerste 10.000 kilometer ervaringen zijn. Nou, heel veel met de Vereniging Elektrische Rijders gedaan. En elektrisch rijden is toch wel 10% van de nieuwe auto's zijn volledig batterij elektrisch. En daar is een heleboel gebeurd. En nou, ik denk dat volgend jaar ook weer heel erg groot gaat worden. Ik denk helemaal niet dat het in gaat storten, maar dat daar veel gaat gebeuren. Nou, daar kun je ook alles over lezen in deze video's. Dan hadden we een hele leuke sessie bij Shell. En dat ging over waterstof. En ik had allerlei mensen, dus ook een playlist, allerlei mensen die vertelden over waterstof. Shell vertelde erover, allemaal trendwatchers op het gebied van waterstof.
En het leukste presentatie was toch wel Auke Hoekstra, die vertelde dat hij het echt niet begreep. En waarom waterstof nou eigenlijk gewoon niet handig is voor persoonsauto. En dat is eigenlijk nu ook wel een beetje de mening, de algemene mening, dat waterstof is wel heel belangrijk voor de economie, vooral in de industrie. Maar eigenlijk voor personenauto's is het niet belangrijk. Is het niet belangrijk, vrachtwagens misschien een beetje. Maar zelfs daar gebeurt het niet. Dan, ik heb ook allerlei gadgets gereviewd. Dus nou, vooral bijvoorbeeld mijn Nest doorbel. En wat daar de ervaringen was, nou, dat vinden mensen altijd leuk. Er zijn een stuk of 10 gadgets die ik gereviewd heb. Op het laatste ogenblik nog de nieuwe stofzuiger die rondgaat en die helemaal een kaart maakt. Zal ik ook even bij doen. Dat is leuk om te zien. Maar de leukste gadgets vonden mensen toch wel eigenlijk de do-it-yourself autopilot. Dus als je een auto hebt, een Nissan Prius, dan kun je daar heel makkelijk een eigen apparaatje in hangen voor €500. En dan kan deze auto gewoon zelf rijden. Het is echt een hele mooie autopilot gemaakt door Comma.ai. En ik laat dat zien hoe dat werkt. Nou, dat gaf een gigantische hoeveelheid discussie. Dus nou, ik heb het eerst zelf laten zien. En vervolgens heb ik dan zeg maar de back-office laten zien. En deze... Je moet eerst je iPhone ontgrendelen. Ja, dat... En dus ik heb het eerst laten zien en daarna de back-office, dat je precies kunt zien waar je gereden hebt. Dat vond ik hartstikke leuk. Hielke die heeft dat ding zeg maar in zijn eigen auto ingezet. Ik heb ook even in de Tesla laten rijden en het verschil tussen de do-it-yourself pilot en de autopilot. En dan heb ik met RDW uitgebreid gesproken, want die spraken mij erop aan dat dat eigenlijk gewoon volkomen illegaal was. Dus ik heb met de directeur van de testgebeuren van RDW erover gesproken. Hele discussie, nog heel veel. En ja, ook op de radio BNR natuurlijk ook weer over gesproken. En dat was echt een controverse. Dan heb ik dit jaar heel veel tijd gestopt in China. En China is toch wel eigenlijk gewoon het meest interessante land op dit ogenblik. Meer dan Amerika, meer dan Engeland, meer dan Europa. China is gewoon gigantisch op weg om het belangrijkste land ter wereld te worden. Met het grootste financiële markt en de grootste economie en ook de beste militairen, dat duurt allemaal nog een tijdje, maar zeker ook het machtigste economische land, dat zal binnen 10 tot 15 jaar wel zo gebeuren. En ik liet een beetje zien hoe het in Hongkong ging, ook de protesten die daar plaatsvinden en hoe het land eigenlijk naar zichzelf kijkt. Want zij vinden het eigenlijk volkomen normaal dat zij het machtigste land ter wereld zijn, dat zijn ze 4000 jaar geweest en daar gaan ze weer naar terug. En ze vinden eigenlijk dat zij een eeuw van de humiliation hebben gehad. Nou, dat vertel ik in dit videootje. Dan heb ik ook allerlei bezoeken gebracht en heb ik er met mensen over gesproken. Bijvoorbeeld Ed Sander is zo'n trendwatcher die vooral met nieuw retail bezig zit. En die vertelt een beetje van, hey, wat gebeurt daar op dit ogenblik? Fantastische winkels die helemaal personalized, waar je personalized kunt winkelen. Je kunt betalen met je gezichtsherkenning. Hij praat erover. Hij geeft ook top 10 tips op het moment dat je naar China gaat bezoeken. Hoe je kunt betalen, hoe je taxis kunt bestellen. Dus als je naar China gaat, dan moet je dat vooral doen. Dan natuurlijk in Shenzhen heb ik een fantastische presentatie gewoon laten zien hoe je dan daar eigenlijk overal gadgets kunt kopen. Je hebt daar heel veel consumentenmarkten met allerlei apparaten en schermen en toestanden voor de auto, robotjes die je kunt zien. Hartstikke leuk om te zien. Natuurlijk ook over de andere kant. Dit is dan de Hall of Shame. Hier als je op een gegeven moment oversteekt, dan word je met naam en toenaam word je gewoon genoemd. En als je dat te vaak doet, dan krijg je allemaal punten. Nou, dit vinden mensen echt te ver gaan in het Westen. Maar in China helemaal niet. Hè? Vinden ze helemaal geen probleem. En natuurlijk heb ik mijn eerste 5G-telefoon gekocht. En die 5G-telefoon, daar film ik dit dus mee. Heeft een hele goede camera. Is een Redmi, Xiaomi. En fantastische telefoon. Ik heb er betaald ongeveer 400 zoveel euro voor. Met een half terabyte aan geheugen. Dus 512 gigabyte. En daar laat ik ook een beetje zien hoe die in de praktijk werkt. In 34 steden werkt het al. 2 maanden voordat ze het zouden doen. Wij krijgen het begin volgend jaar. En over 3 jaar hebben we het echt behoorlijk aan de gang. En aan de andere kant heb ik ook laten zien. Hey, als je je paspoort kwijt in China, dan ben je echt een lul. Überhaupt. Als je gewoon netjes binnen de lijntjes loopt, gaat het prima in China. Ben je moslim in het westen van China? Of vind je dat Taiwan onafhankelijk moet zijn? Of Tibet of andere dingen? You don't want to mess with the Chinese government. Dat zei ik altijd van de US government. Maar de Chinese government is heel lichtgevoelig. En daar wil je gewoon dat soort dingen niet doen. Dan was ik enthousiast over de Chinese auto's die eigenlijk uit China komen. En MG is de eerste die daar komt. Überhaupt ben ik helemaal in China. Allemaal videootjes
die je kunt zien van hoe ik in China naar autofabrikanten ben geweest. Hoe daar alle scooters elektrisch zijn. Allemaal leuke filmpjes die je daar kunt zien. Maar nu is er ook een film bij Van Mossel te koop. Nu is er een auto bij Van Mossel te koop. De MG voor 30.000 euro. Een mooie SUV die goed rijdt. Met iets minder dan 300 kilometer range. Er komt een 500 kilometer versie met een groot scherm. Ding rijdt hartstikke goed. En China doet nu op het ogenblik 60% van alle elektrische auto's. En nu ook dus in Nederland. Nou, er worden nu een paar duizend van verkocht. Uitermate interessant hoe dat gaat. Dus dat zijn een beetje mijn Nederlandse filmpjes. Ik heb ook nog een speciale playlist van de beste Engelse filmpjes. Daar zie je ook hoe ik China heb bezocht in, met healthcare, digital healthcare. Super interessant. Ook alle filmpjes van bedrijven waar ik heen ben gegaan. Dus ga daarnaar kijken. Maar dit zijn de beste Nederlandse filmpjes. En volgend jaar gaan we weer een hele hoop dingen, nieuwe dingen doen. Vertel me wat je interessant vindt en ik ga daarmee aan het werk. Oké, prettige jaarwisseling.